Hoe is het? Ja? Heb je ook van training? Ja. Goed zo. I'm dreaming. Blue. Hey hallo en tof dat je kijkt naar de 5e aflevering alweer van Waanzin. Mijn naam is Jelle en vandaag ben ik in Amsterdam bij Ajax op trainingscomplex De Toekomst. Ik heb een droom binnengekregen van Quinten en niet voor zichzelf, nee voor zijn broertje Jaden van 9. Hij wil dolgraag de keeper van het Nederlands elftal en van Ajax ontmoeten, Jasper Cillessen. Is dat Jaden nog van niks weet dat hij vandaag Jasper Cillessen gaat ontmoeten. Hij is nu aan het kijken bij de training van Ajax 1 en ik ga hem het nieuws vertellen dat hij dus echt met Jasper Cillessen op het veld mag staan. Jaden en Quinten staan hier achter mij te kijken naar de training van Ajax 1. Jaden weet nog steeds van helemaal niks. Ik ga het hem nu vertellen. Hi, mag ik me voorstellen? Ja. Ik ben Jelle. Jij bent Jaden, hè? Ja. En dit is Quinten, je broer? Ja. Vraag je je af waarom ik dat weet? Ja. Ja, dat is wel weer gek, hè? Nou, ik zal jou vertellen, ik heb een mailtje gehad van jouw broer Quinten, of jij Jasper een goede keeper vindt. Dat was zijn vraag. Vind je dat? Ben je fan van Jasper? Ja? En Jasper is jouw grote voorbeeld. Zal ik jou iets heel leuks vertellen? Want ik ben vandaag hier met een camera. En dat is niet omdat wij gewoon een filmpje aan het maken zijn van de training van Ajax 1. We zijn hier eigenlijk speciaal voor jou. En dat komt door jouw broer Quinten, want jij gaat vandaag Jasper Cillessen ontmoeten. Je kan hem wat vragen, je kan hem tips vragen, tricks vragen. Hoe vind je die? Goed. Goeie afspraak? Ja. Gaan we doen. Hey Quinten, de verrassing is gelukt. Wat denk je ervan? Vindt hij het leuk? Ja, ik vind het volgens mij heel erg leuk. Ja, hij was nog een beetje stil hè, van zijn reactie. Maar ja. Komt het nu binnen of wat denk je? Ja, volgens mij loopt nu is hij ook best wel praten en doen. Ja, precies. Wat drukken. Hij wordt eerst even stil en dan ja. Nou, leuk man. Hey, super tof dat jij mij gemaild hebt. Want vertel eens, wat stond er precies in je mailtje? In mijn mailtje stond dat de droom van mijn broertje was om Jasper te ontmoeten. Ja. Omdat hij Jasper gewoon helemaal te gek vindt. Ja. Hij heeft het altijd over me. Echt waar? Ja. Wat leuk man. Want hoe groot fan zou je hem noemen? Heeft hij, hangt zijn kamer vol? Nou, posters en dat soort dingen. Ja. Als hij een wedstrijd gaat, moet hij altijd op Cillessen letten en dat soort dingen. En hoe denk je dat hij straks gaat reageren als hij echt in contact komt met Cillessen? Nou, dat weet ik nog niet. Dat weet je nog niet. Ben je een beetje van de schrik bekomen? Ja, dat ben ik. Ja, want hoe vind je het nou dat jij Jasper Cillessen straks gaat ontmoeten? Ik vind het heel cool, want het is mijn idool. Ja. En ik vind gewoon dat hij het heel goed kan. Ja. En het is natuurlijk heel vet om je idool een keer te ontmoeten en een hand te geven. Ja, want je wist van helemaal niks, hè? Nee. En wat dacht je toen ik het vertelde? Van, je gaat hem ontmoeten. Toen dacht ik van, is dit een grap of... Wat gebeurt hier?
En daarna dacht ik van, ik ga hem echt ontmoeten. Ja, leuk hè. En nou, Quinten, je broer heeft het allemaal voor je geregeld. Hoe vind je dat? Ik vind het super van hem. Ja, dat is lief hè. Want ja, je weet nu niet zo heel lang dat je hem gaat ontmoeten, maar heb je al wat vragen bedacht? Wat zou je van hem willen weten? Wanneer die is begonnen met keepen en hoe lang die dat al doet. En waarom hij het zo leuk vindt. En hoe zou je jezelf omschrijven als keeper? Ben je een goede, heb je zwakke of sterke punten? Ja, voor mij is mijn linkerhoek zwak, daar kan ik niet goed keepen. Ja. En voor de rest rechts kan ik best wel goed keepen. En ik vind mezelf niet echt heel goed. Nee. Niet echt dat ik het zelf zeg, maar ik vind mezelf wel goed, ja. Maar de linkerhoek is dus jouw zwakke plek een beetje. Ja. Misschien is het handig om daar dan ook wat tips over te vragen aan hem, hè? Ja. Ja, dus we gaan ons even goed voorbereiden. Je hebt nu nog even de tijd om wat meer vragen te bedenken. Ja. En dan gaan we zo op hem af. Ik zou zeggen, kleed je even om, want je ouders hebben niets vermoeden dat jij niks weet. Hebben ze dus jouw tenue meegenomen. Dus laten we die even aandoen. Ja. Goed plan? Ja. Gaan we dat doen. Zouden we even een paar vragen mogen stellen? Ja, brand los. Ja, Jaden, brand los met je vragen. Waarom vindt u het zo leuk om te keepen? Nou, zeg maar gewoon je, anders voel ik me zo uit. Ik vind keepen leuk omdat vanaf kleinste van eigenlijk al doe. En ik vind het gewoon leuk om ballen tegen te houden. En ja, soms de frustratie van een aanvaller te zien als hij niet scoort. Dus dat vind ik wel heel leuk. Oké, wanneer bent u begonnen met keepen? Ik ben begonnen, ik moet goed zeggen, officieel op mijn 9e ben ik echt gaan keepen. Daarvoor keepte ik natuurlijk al wel. Ik ben op mijn 9e officieel gaan keepen met treffers in de D1. Ik was nog één speler, maar ik mocht in de D1 gaan keepen. Een vraag over zijn vriendin, toch? Ja. Hoe gaat u om met uw vriendin? Want uw vriendin is voor PSV en jij bent voor Ajax. Ja, lekker zo, ze was voor PSV. Haar vader is wel steeds PSV supporter en haar broers. Maar zij is tegenwoordig wel voor Ajax. Dus zij ondersteunt mij heel goed. En, ze heeft liever een kampioensfeest in Amsterdam dan in Eindhoven. Een zwakke plek? Ja, wat is uw zwakke plek? Nee, die ga ik natuurlijk niet vertellen, want dan gaan we een beetje spitsen ook. Nee, er zijn nog heel veel dingen die ik mag verbeteren, maar dan kun je beter aan een aanvaller vragen wat mijn zwakke plekken zijn. Ik hoop dat ze dan zeggen van ja, die weten we ook niet. En jouw zwakke plek, hè? Daar wilde je ook nog wat over vragen, of niet? Mijn zwakke... Jouw verbeterpunt moet je dan zeggen. Zwakke plekken hebben we dus. Verbeterpunt. Ja. Waar wil je nog aan werken? Voor mij links. Met duiken? Ja. Of met trappen? Nee, duiken. Wat gaat er niet goed aan? Duiken vind ik moeilijk in de linkerhoek. En waarom voor je gevoel? Denk je dat het voor links anders dan voor rechts? Waarom? Heb je een idee? Ik vind het gewoon moeilijker om links te duiken, want rechts val ik beter dan op links. Omdat je rechts nog meer kracht in je been hebt, je links gebruik je linkerbeen minder. Ja. Moet je daar... Het mooiste is, je hebt hier een camera. Het beste om te kijken is om het een keer te filmen en dan kun je het zelf zien. Dan kun je zelf zien van wat het verschil tussen links en rechts is. Zo heb ik het ook geleerd. Kijk, toen ik jouw leeftijd was het niet allemaal zo tegenwoordig met alle camera's. Een hele oude grote camera, maar ja, zo heb ik het geleerd door te filmen en te kijken van wat ik beter kan doen. Want Jaden is nu zelf 9, je hebt op je 9e begonnen, hij is op zijn 6e begonnen. Hoe is jouw carrière verlopen ongeveer? Ik ben op mijn 9e begonnen met keeper, toen ben ik op mijn 11e ben ik naar NEC gegaan. En
En toen heb ik de hele jeugdopleiding van NEC doorlopen. En om 21ste kwam ik in de basis bij NEC door een blessure van Gabo Babos. Om mijn 22ste, een jaar later, exact een jaar later, ben ik naar Ajax gegaan. En nu sta ik op mijn 26ste bij Ajax. Ik heb niet zoveel clubs gehad, gelukkig. Nee. En wat algemene tips en tricks voor zo'n jongen van 9 jaar? Vooral heel veel ballen pakken en heel veel plezier hebben in wat je doet. En je goed warm aankleden, want ik zie dat je het koud begint te krijgen, of niet? Ja, ik heb 3 warm. Oké, dat is ook een tip. Vooral met dit weer, kleed je goed warm aan. Tja, goed, zoals afgelopen dinsdag krijg ik niks te doen. Het is niet prettig als je dan een bal krijgt dat je het koud hebt. Dus altijd goed voorbereid zijn op wat je moet doen en mag doen. Hey, en Jayden, en had je nog wat spullen die je wilde laten signeren, toch? Ja. Ja, nee, geen probleem. Ik heb nog een verrassing voor jou. We hebben namelijk de officiële bal van Ajax hebben we gekocht voor jou. Kan je ook even laten zien hier? Of vind je die waarmee ze net aan het trainen waren? Dankjewel. Bedankt dat je even tijd voor ons hebt gemaakt. Ik denk dat je Jayden heel blij hebt gemaakt, toch? Helemaal goed. Zeg maar dag tegen je grote held. Dus gedaan. Veel plezier, hè? Ja. Kijk eens, alsjeblieft. Nee, is goed, jongen? Ja. Jayden, je droomdag zit erop. Het was een koude en winderige dag, maar was het het allemaal waard? Ja. Is het echt een droom die is uitgekomen? Ja. Hoe vond je Jasper? Aardige vent, hè? Ja. Ik vond het ook echt een hele leuke dag geworden. Wil jij nou ook een droom inzenden en zo'n droomdag beleven? Dat kan. Mail dan je droom naar waanzin@hotmail.com. En wie weet zit je dan wel in de volgende video van Waanzin. Abonneer op dit kanaal om op de hoogte te blijven. Mij kan je ook volgen via mijn eigen sociale media. Die zie je hier onderaan in beeld. En dan hoop ik je bij de volgende aflevering van Waanzin te zien. Zullen we nog even zwaaien naar de kijkers? Ja. Doei doeg! Doei.